Nee, voor ik vind het gevoel die kost, bro. Als je een paar koopt, zo'n tasje. Ja, ja. Zo ja, klein. Ja, ja, ja. Je kan jouw vinger, in een mok kan je niet eens erin steken. Hé, hey, broer, paar kop, hè? Ja. Nee, man. Yo, kom eraan, man. Zie je zo. Hé, hey, hoe is het, man? Godsam, vriend! Gaat het goed? Rustig, ja. Ik ben man, Leo. Ja, hè? Mooi, hè? Hij was de bie. Wat de... Ah, hier is de kapsel al, hè? Ja. Ik ben nog niet begonnen. Hè? Huh? Ben je begonnen? Ja, we zijn begonnen, ja. Tuurlijk. Maar ik kan gewoon alles zeggen, vriend. Je weet, hè? Ja, zeker. Ik ken die acties van jou al. Nee, gewoon... Hey, heb je gewerkt vandaag hier? Nee. Ga naar links. Maar rechts afgesloten. Links, ga Amsterdam even, ja. Hè? Even lekker een beetje kleren pakken daar. Ze hebben mooie dingen, hè? Die, ja. Hij was naar mij toegekomen in de studio, man. Oh. Yellow. Wie? Yellow. Zo heet hij. Ga naar rechts. Yellow? Ja, van Explicit. Oh. Ja, ze hebben wel mooie dingen. Ze sturen mij ook altijd dingen op. Ze hebben aardige gasten ook. Ewa, Andy. Ewa, vriend. Hoe is het, killer? Alhamdulillah, man, broer. Alhamdulillah, man. Welke killer was hij? Je bent een killer, toch, hè? Nee, man. Je mokker hem even, ja, vriend. Je speelt goed, hè? Is het? Echt, man. Ja, lekker, man. Ik ben lekker bezig en zo. Qua seks niet. Dus echt minder geworden. Oude man nu. Dus, niet meer thuis vind ik niks meer. Klaar, nu weet ik zeker, man. Jij praat anders, hè, broer. Ik heb jou nog vaak gezien na die opnames en liever jij bent anders. Nu zit je weer anders te praten. Wat dan? Maar maakt niet uit. Zeg dan, wat bedoel je? Ja, ik weet niet. Ik ben in die presentator rollen. Nee, je nooit. Kaka, nee, man. Nee, man. Doe ik nooit. Ik ben gewoon mezelf. Ik stond echt hier. Zegt hij, hier moet ik hier. Dat kan niet, hè? Ja, dat is afgesloten. Maar het is druk, is goed, man. Het is mooi weer. Ja, het is mooi, het is mooi voor mensen op de markt vandaag. Is je vader staat er nog steeds? Nee. Jawel, hij staat er nog steeds, maar hij staat niet vandaag. Nee. Hij gaat op vakantie. Oh, gaat hij heen? Marokko. Oh, ja, Rotterdam Zuid. Nee, maar Marokko, man, Leo. Marokko, man, Andy. Beetje leuk, hè? Hé, hier, broer, ik ben hier nog een keer. Wat gaan we bespreken? Ja, we hebben alles al besproken. Nou, maak het uit. Echt, je bent in Mokromafia geweest, je hebt nog nieuwe muziek gemaakt. Ja. Ja, toch? Ja, man. Maar geen nieuw album, hè? Nee, maar ik ben sowieso niet van albums in één keer gooien. Nee? Ik verspreid gewoon, man. Ik doe gewoon elke week. Dat is wel zonde, man. Maar ik ga het wel doen, hoor. Ik ga het wel doen, bro. Ik ben nu een soort van serieuzer. Ja. Met muziek. Althans, ik stop er iets meer moeite in. Snap je, broer? Ja? Wel een beetje goede dingen hier? Maken nu. Ja. Links, en dan ga je rechts, en dan zijn we snel weg op. Oh, en dan gaan we. Ja, het is wel serieuzer, zeg je nu. Ja. Dat is waard als je wilt, hè? Thanks. Nee, je weet wat ik bedoel, toch, broer? Gewoon een beetje moeite, man. Ja. Lekker. Het is toch mooi dat je lekker muziek kan maken en gewoon een beetje. Ja. Keihard. En nu acteren erbij. Ja, man. Vet, hè? Ben je bezig met het nieuwe seizoen? Ja, we zijn al een paar maanden bezig. Oh, wanneer komt die uit? Weet niet, man, bro. Maar mek weet. En dan zou ik weten, zou ik ook niet kunnen zeggen. Nee. Krijg ik boete. Zo Mokromafia hebben ze mij gedaan, man. Even hoor. Ja? Bro. Wat? Je neemt toch. Kijk. Als je films en. Opneemt, ja. Of dat, gewoon wat we aan het doen zijn daar. Ja. Elke take, of althans, elke scène heeft misschien 20 takes of zo. Oh. Want je gaat eerst een paar keer repeteren, ja. Daarna komt die camera op jou, dan komt die camera aan de andere kant, dan gaat die camera wijd, maar soms gaat het dan mis, dan moet je opnieuw. Erg, hè? Hey, wat, bro, je moet kijken even. Soms, ik dacht nog van, oké, nu is repetitie, laten we nu gewoon gaan. En dan, een soort van gaandeweg, ben je toch aan het nadenken van, oh shit, man, ik moet misschien wat rustiger doen of zo. Ja. Maar we pakken gewoon die repetitie. Ja, waar je druk was, zeg maar. Waar je echt ging. Was goed, toch? Ja, maar je doet wel goed, maar acteren. Ja. Heel veel mensen van zo, die Tonano, die moet echt hopen dat hij erin blijft en zo. Het is wel, maakt wel dat programma, hè? Nee, bro. Maar het is toch niet acteren voor jou? Je doet dat toch dagelijks, dit soort dingen met je matties? Deze mensen,
broer. Ik heb geleerd. Weet jij, Mattie, wat we leren. Ja, was je, heb je... Blokken, script uit hoofd leren, man. Oh, dat is moeilijk, hè? Nu voor je komt daar, mensen zeggen, maar je acteert niet, man. Je bent gewoon zo. Ja. Ja. Je bent gewoon zelf, hè? Ja. Stel maar zelf, maar jij dienen moet komen. Hé, hey. Piepen. Kan niet, hè? Ja, wel, we gaan, broer, laat mekka. Echt de mama. Holla en die kan niet. Ik ga je toch niet piep doen? Pipa, ja, je bedoelt pipa. Ga stil blijven tot Damsko, hè. Pipa wil je? Nee, man. Oh. Ga stil blijven tot Damsko. Ik voel me helemaal op mijn gemak met deze Andy. Hij zei, weer gaat fout. Mm. Omi, je bent toch mijn broer? Hoe is het verder? Hoe is het met Nino? Nino goed. Ja? Ja, ze stuurde me net weer een berichtje, dat wou hij weer een PlayStation 5 hebben. Heb je nog geen PlayStation 5? Nee, want hij doet hij doet alleen maar computer met die beter, die hij moet werken. Hij moet mezelf verdienen. Ik zei het ook al. Hij ging 2 dagen werken, hè, was wel mooi. Hè. Ik zeg, als jij een maand lang werkt, krijg je van mij dubbel loon. Ja. Ik zei, oh ja, ja, is goed. Ik zei, twee dagen. Moest hij bij zo'n callcenter. Kijk, maar hij is wel slim, hè. Kijk, hij ging alles opzoeken waar je als 15-jarige... zeg maar het meest verdiend. Dus, ja. Dus hij ging niet zomaar een baan zoeken, wel waar hij het meest betaalde. Ze was slim van hem. Of callcenter gevonden. Hij had callcenter gevonden. Energie verkopen. Ja, energie verkopen. Zo. En had hij 1 verkocht of zo en dan krijg je bonus. Zeg maar. Hij zei: Andy, wat helemaal gek, man. Ik weet niet. Van 1 uur tot 10 uur 's avonds. Je moet doorgaan, bro. Ja, en als je niks verkoopt, dan krijg je ook niet betaald. Ja, je krijgt gewoon die salaris. Krijg je wel gewoon, oké. Ja, maar niet die bonussen toch. Hij is wel slim hoor daarin, maar hij is wel lui hoor. Hij is echt lui. Oh shit, dat ding trilt elke keer onder mijn balletjes, man. Dat is wel lekker, die telefoon. Heb je dat ook altijd? Als je die telefoon hier hebt liggen. Hey, even gaan spelen met deze takjes, broer. Weet je wat je moet kopen? Weet je wat je moet kopen? Wat dan? Zo'n pincetje. Waarom? Dan kan je die haartjes uit je neus halen en zo. Neushaar. Weet je wat je moet doen? Wat dan? Luister, je moet spelletje. Weet je wat wij altijd deden bij Inter? Wie de meeste haren in één keer uit zijn neus kon trekken. Ja, wat? Ja, echt. Jij was best, hè? Ja, tuurlijk. Maar je kijkt helemaal kaal gek. Dus of deze hygiëne standaarden van Nederlanders, Sabrada, kom niet met mij. Oh ja, ik heb... Ja, je weet al wat daar is, Sabrada. Met die kraan, toch? Snipgenis. Met die kraan. Als je gescheiden hebt. Heb je nou al een bidetje of niet? Ik heb wel. De douche. Ik heb zo'n slang. Nee. Ja toch, broer. Ik heb zo'n slang. Die slang die moet je in jouw reet steken. Ja, Andy. Ja, wat zeg je allemaal, man? Ja, broer. Ja, maar waarom is het soort van raar als ik dat... Hé, hey, nervous. Zeg, maar dit is... Ik ga niet eens met jullie praten, in Nederland, de Nederlanders doen dat niet. Nee, Yasabi, als je dat tegen... Kijk, Lembeke. Ja, niet iedereen. Er zijn genoeg die ze wel hebben. Ja. Maar het is bijna raar als je het zegt. Omdat jij die kont wil wassen met een washandje. Het is bijna raar, hè? Het is bijna raar als je men nu vertelt dat ze billen moeten wassen. Maar nu worden mensen opgevoed om hun handen te wassen, toch? Ja. Covid. Ja. Handen wassen. Ja, handen wassen, vergeet je duimen niet. Nu pas, iedereen begint handen te wassen. Ik denk, hoe dan, man, even? Hé, hey, ja. Ik had altijd al zo'n flesje, Kijk, die had ik altijd al, hè? Dat geloof ik niet. Maar is weer. Van mijn schoonmoeder, die heeft me dat geleerd. Die zei, en want als ik dan ergens heen ging naar lezingen, zo, misschien veel mensen een hand geven, toch? Vies. Ja, dat kijk, je kan beter een box geven. Maar dit vind ik mooi met een box geven nu. Ja. Dat is beter dan iemand. Net heeft iemand gescheten van zijn lul gezeten. Moet jij, ga jij een hand geven? Ja, ja. Ga je eten daarna? Is toch vies? Godverdamme, man. Ik had net ook een broodje kutfilet. Was vies? Het stond echt naar vis. Chauffeur, broer. Je mag doorgaan, maar tot overmorgen zo praten. Ik ga niet happen, hè? Maar Miek van mij, hè, broer. Ga nou weer met rust hebben. Deze man. Ga nou weer kapot maken. Hey, sporten doe je ook, Andy, hè? Sporten, hè, beetje. Je bent wel afgevallen, man. Ja, man, bro. Moet ik jou zeggen, Andy. Doe je dammen, toch? Ik word wakker. Ja. Luister, ik ga het jou zeggen wat daar is. Wat sport je? Quinoa zat. Ja, quinoa zat, ja. Superfood. Even kijken wat is daar allemaal. Lekker. Cardamon. Spoor. Ik kan hem maar in een glasje water met citroen. Ja. Dan neem ik Wagyu Carpaccio, gefineerd in appelazijn. Dat is goed voor de verbranding. Dan word ik wakker in yoga. stressen en die stressen, leeuw, stress. Ja? Ik drink nog steeds 20 Red Bull op een dag, brother. Echt? Laila, stress. Waarom? Je wordt wakker, je hebt. Heb je dat nodig? Druk, man, bro. Op een gegeven moment werd het druk en werd. En ik ben uit mijn contract bij Trifecta. Oh. Dus ik ben independent al sinds die 2 tunes geleden. Broer, opeens ik moest veel doen, man. En ik had alles zeg maar, regelen.
Ja, omdat ik dat zelf wilde altijd. Oh. Snap je? Maar toen ben ik iets te veel hooi genomen. En ik was opeens niet tevreden met om in dingen die zouden uitkomen en zo. Snap je, broer? Dus ik was gewoon aan het... Daarom ben je gestopt. Laat me trust. Ja, broer. En er kwamen rollen binnen voor andere series en films. Ja, ja, ja. Nee, man. En nu denk ik, broer, ik heb alles afgewezen. Waarom? Te veel werk. Ja, man. Ik vind... Dat is stom, man. Ik vind de Andy, als je ervoor gaat, dan moet je wel 110% voor gaan. Ja. Als en je moet wel echt presteren, vind ik, bro. Vooral als je op tv komt en het gaat blijven. Je moet gewoon presteren, man. Ja, ja. Hoe ga je dat doen als ik 4 verschillende dingen moet doen? Chaos. En plus... Soms je leest script, bro. Je bent van pagina 1 tot pagina 42, bro. Je hebt geen één lachje op je gezicht gehad. Geen één. Ja. Zelf gewoon alleen dat je moet lachen. Niks. Nee, dat dan zo, aan bro, plus was gewoon druk, man. Ik zeg ja. Maar moet je dan niet, heb je niet iemand nodig dan? Ik heb spek gewoon, bro, maar ik had ze wel voor bepaalde projecten, maar heel veel zei ik gewoon van laat het, yeah. Ik ga het zelf doen. Nu wat gebeurt, broer, Tonano, Mokro Mafia, die ding blaast op, yeah. Ik had voetbalelftal vorig jaar, het was zelfs, zeg maar, ik wil niet zeggen strijden, maar mensen waren niet echt happig om sponsor te zijn of zo. Is gewoon vriendenteam, broer, 6e klasse. Nu die Tonano ding gaat gebeuren, yeah. En wat soort van mensen vinden je lauw en dit en dat, die ding kunt opeens groot te worden. Yeah, yeah, yeah. Nu ik heb opeens vriendenteam met cameraploeg, met de geluidsman erbij. Je weet toch, yeah. Shirt sponsors, clubs. Neffo. Ricky Kruis op 10. Ja. Nordin Bukhari in de spits. Ja, is goed. David Mendes da Silva erachter. Daarnaast staat Abel Tamata. Ja. Ja? Maar ik heb nog nooit vriendenteam gehad waar gewoon verdediging is vol. En al gaan ze alle 4 eruit, zijn er nog 4 die gewoon even goed zijn, die ook gewoon verdediger zijn. Bro, mijn keeper die ik heb, die was van NAC. Die is van NAC naar Feyenoord gegaan. Ja. Van Feyenoord terug naar NAC, dacht ik. Of, ja, terug naar NAC. Toen is hij naar Borussia Mönchengladbach gegaan. Oh. Ja, heeft het net niet gehaald. Ik denk dat hij net te kort is voor het echte werk. Bro, heeft 2 jaar niet meer gevoetbald of zo, speelt niet bij mij. Meen je niet? Nee, 6e klasse. Weet je wat we mensen doen, Andy? Oh, je fraude. Maar dat is gewoon niet leuk meer, toch? Dat is toch op een gegeven moment... Wat niet leuk, man? Kom erop, bro. Liever 14-0 dan 1-1. Je bent gek. Wallah, je bent gek. Heel mijn leven lang speel ik bij clubs. Ik heb nooit gewonnen als je 10 wedstrijden achter elkaar hebt. Ja, nog nooit. Alleen maar, ja, chaos, net niet. Neffo, mag wel even, man. Ja, kindje. 1 is seizoen, is wel lekker. Dictatuur. Neffo, ik zeg tegen deze mensen, ik zeg oké, luister, we gaan die club doen, oké. We gaan het filmen. Man, is garantie, lauw. Of ik doe het voor mezelf, of het gaat ergens anders naartoe. Mooi, maar het is fucking hard. Alleen, nu moet ik ook daarop letten. Weet je wat ik daar zeg, wat ik niet zeg. Want ik weet al, er gaat weer een soort van druk komen, in elke zin van het woord, broer. En druk op jou, maar gewoon ook gewoon druk van als in geen tijd. Ja. En dan ga ik, is goed, ja, hard. Laat me even checken. Ik ga niet alle afleveringen kijken, ik ga niet alles. En dan eindstand is er gewoon iets heel kleins, wat jij niet eens merkt. Ja. Of iemand anders ook niet merkt, maar ik merk het wel. En ik ga me daar kapot aan irriteren. Snap je, bro? Ja. En dan heb ik daar al energie. Heb ik al mijn energie daaraan verspild en zo. Deze man gaat een gevaarlijke wegsituatie creëren als je zo blijft rijden. De hele tijd is dat mensen zo raar gaan doen, weet je. Ook omdat je een dikke auto hebt en ze weten dat die auto voorbij is. Mensen die dan een wedstrijdje willen doen en zo. Ja, maar bro, is wel leuk, maar soms... Ja. Je moet niet gaan meedoen. Je doet mee. Nee. Je gaat gewoon rijden, man. Nee. Ik ben echt rustig, hoor. Ik rij echt rustig. Ik hou niet van racen, dat soort dingen, hoor. Kijk, normaal als iemand zo'n auto heeft, die gaat gewoon als een gek rijden, maar ik niet. Ik ben gewoon rustig. Even kijken, Amsterdam, hè? Ja, ja. Die lucht wordt al wat schoner nu hier, hè? Als je richting Amsterdam gaat. Maar dan geen vliegtuig of zo. Wat doe je daarmee? Het ruikt wat lekker, hè? Oh, zo van Amsterdam stinkt. Dat wil je zeggen. Support jij een voetbalclub ook? Sparta hè? Sparta, ja, Sparta. Doe je ook eens mee? SP, A, N, T, A. Nee, ik ben lang niet geweest, man. Nee. Ik ben lang niet geweest. Maar wat wil je zeggen, bro? Zeg.
Zeg wat jij wil zeggen. Nee, gewoon. SPTA, TR, SP. Ja, broeder. SPA. Sta je er ook daartussen? Sta je ja, ja? Ja. Op tribune? Ja. Klappen, Sparta, Mars, alles mee zingen. Maar wat zingen ze dan? SPA, RTA. En dan bij, ik weet niet wat ze verder zingen. Wat zingen ze verder? Ik weet niet, man. Ik weet ja, alleen, weet jij wel. Ik weet alleen als Ajax komt. Ja? Dan zingen ze Sparta is de club van Rotterdam. Ja. Sparta is de club van Rotterdam. Ze zeggen ook dat Sparta een beetje Ajax publiek is, hè? Ik weet niet of dat echt zo is. Ja. Het is geen Feyenoord publiek. Nee. Dat weet ik wel. Apart, hè, dat in één stad. Ja, ik vind het ook raar, man. Ja. Ik vind het ook raar. Maar ja, dat is eigenlijk niet raar, toch? Manchester United, Manchester City. Ja. Maar ik weet niet. Everton, Liverpool. Is veel groter volgens mij ook, toch, die steden? Dat die... Wat als in van, want in Liverpool zijn er nog meer? Liverpool, nee, ik zoals. Waar is Crystal Palace? Oh nee, die is in Londen. Ja, Londen, ja. Wat is in Liverpool nog meer? Ja, Everton. Alleen... En Liverpool, klaar. Ja. Jongens, hetzelfde toch? Dat is bij ons. Althans, we hebben ook nog Excelsior. Ja, Excelsior ook nog. Ja, maar bro, liever failliet dan satelliet. Die moet je ook begrijpen. Ja, 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 ja. Dus dat ze zeg maar. Bro, wat is dat, man? Nee, man, dat is geen club als uit. Doe normaal, joh. Excelsior. Van Persie komt daar vandaan, hè? Van Persie is gewoon van Feyenoord, vriend. Ja? Die hebben ze gewoon gestald daar ooit. Hebben ze snel weer teruggehaald. Hij is gek, hè? Hij moest voor Marokko spelen, man. Ik zeg eerlijk. Van Persie. Hij heeft Marokkaanse vrouw, hè? Hij moest voor Marokko spelen en even. Ja. Ja, goede voetballer, man. Zo. Mooi stijl had hij ook, hè? Hij is nu assistent trainer bij Feyenoord. Ja. Kijk je wat is Feyenoord? Ja, man. Ze doet wel goed nu, hoor. Ze doet wel beter. Een mooie elftal beter dan wat. Ja, ja. Maar de Slot, die heeft wel weer even recht gezet, hè? Ja, ik weet niet of hij echt recht heeft gezet. Hij heeft een pakje gekregen, toch? Zondag. Ja, maar Utrecht uit is moeilijk. Altijd. Voor elke topclub is het moeilijk. Ajax, die heeft daar ook altijd moeite. De PSV ook. Ja, vorig jaar PSV of twee jaar geleden niet. 7-1 of zo. Maar ik heb daar ook wel eens gespeeld, zeg. Oh, moeilijk, hoor. Altijd eentje rode kaart gehad, eentje gescoord maar daar. Echt moeilijk altijd. Luister, laat ik jou iets vertellen. Okay. Alles komt uit op mening. Alleen, hoe ga ik dit uitleggen, man? Dat is moeilijke en dus weet je waarom? Omdat het maar de rest van de mensen kijken ook mee. Mm-hmm. Waarom moet ik echt denken over wat ik zeg? Ach nee, man. Jawel, man. Blijf lekker jezelf en gewoon. Ik ben sowieso mijzelf, ja, maar man. Ik ben sowieso mijzelf, maar. Ik heb gewoon geaccepteerd dat logica. Ja. Relatief is. Ja. Logica is niet. Is van jouw logica, is niet mijn logica. En dat is van niemand niet. Nee. En ik heb iets gezien. Wat ik nog nooit in mijn leven heb gezien, broer. En ik. Je hebt toch van die sommige momenten, bro, dat je denkt van oké, ik heb nu wel alles al gezien. Ja. Ongeveer. Ja. En dan zie je weer iets en dan denk je van, nou, dit kan ik me niet eens voorstellen. Ja. Nu ga je denken, gaat echt over iets geks, hè. Hoor dit. Toen wist ik logica, bro, is beperkt en je kan niet op iedereen toepassen. Hoor. Ik ben aan het barbecuen. Ja. Barbecue, een beetje chaos, je weet wel. Vlees is daar, ruïne, ik moet. Tjaf. En ik wil alles in controle houden. Ja. Ik wil niet iemand moet aan die vlees zitten, ik wil het zelf doen. Maar nu, ik zit in een positie, twee handen zijn vies, en ik gebruik ze allebei. En ik had een plastic zak met kipvleugels. Ja, kipvleugeltjes, ja. Ik zeg tegen deze niffel van mij, ik zeg tegen hem, zet die kip op die barbecue. En ik ben bezig geëndy, hè bro, jij weet wat daar is, hè? Ja, bro. Ik ben in die. Ja. In die, ik ben aan een tape motion. Gaan. Ja. Ik ben blij. Lekker eten. Weet je toch, die eerste gehakt is eraf. Je moet begrijpen wat voor gemoedstoestand jou zit. Jij zit als je aan het barbecuen bent. Jij bent happy, bro. Ja, tuurlijk. Niemand die gestrest is gaat barbecuen. Nee, nee, nee. Alleen als het voor zijn werk is. Maar niemand die gestrest is, of niemand die het niet aan zijn zin heeft, of niemand die iets anders wil doen, gaat nu barbecuen. Nee, nee. Als jij gaat barbecuen, je hebt gewoon zin. Ja, tuurlijk. Anders doe je het niet. Hij pakt die zak kip en die. Nee. Wallah, hij zet hem zo op die barbecue. Met die zak en alles. En hij staat daar en ik ruik die. Plastic. Ziekte, je weet oh. Toch? Vroeger als je stiekem ging ruiken. Ja. Stiekem ging aansteken. Roken, ja. Wat roken, man? Stiekem ding ging aansteken. Plastic. Dat hij opeens die geur kwam. Ja. Ik draai om, broer.
En normaal... Normaal ga ik schreeuwen. Ja, 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 ja. Of ga ik beledigen of zo, heel snel. Ja, maar het was gewoon te dom om... Ik ben gestopt. Ja, ik kon niet. Stop met alles wat nu gebeurt. Aarde moet nu stilstaan. We gaan nu even stilstaan bij dit moment. Ja. Hoe? Leg mij uit hoe, Andy. En wat was de verklaring? Welke verklaring, Assa? Beste mensen, het gemeen, zet die kipper op. Ik heb die kipper opgezet. Oh. Ik zeg, broer, hoe? Kan toch niet? Ja, maar, ja, maar dan ben je echt dom, hoor. Bro, dan zijn er echt veel mensen dom. Ja. Snap je? Ja. Ja. Maar daar heb ik gewoon geleerd. Van ja, man. Wat iets wat voor jou normaal is, is niet voor mij normaal. Ja. Ja, precies. Ja, zo zie je maar dat ieder mens verschilt, hè. Dat, qua verstand, qua alles. Dat is toch para, man? Dat kan niet. Jij vraagt mij. Dat kan niet. Ik zeg je. Dat was een goede mattie van je? Nog ja, steeds? Ja. Maar je weet, dat gaat niet. Toen ik dat zag, bro. Ja. Je gaat wel andere dingen, heel veel dingen in andere perspectieven zien. Ja. Heel veel dingen. Ja. Wat mensen doen, wat mensen drijft. Ja, maar dus die... ook die mensen die op tv komen, die van die domme dingen zijn, wat je net zei tegen me. Ja. Want je gaat toch kijken van, maar misschien is die logica van deze man helemaal anders. Of van deze vrouw helemaal anders, anders opgevoed, anders. Ja, dat is gewoon anders. Jouw denkwijze is niet de denkwijze van iemand anders. Ja, daar zijn we over uit, dat wisten we al. Oh. Kijk, dat zijn we al snel. Ja. We wisten al, iedereen heeft een andere mening en iedereen gaat iets anders zeggen, wij wisten dat al. Alleen, dit. Zoiets? Nee, man, bro, is eng. Zoiets. Snap je? Ik moet even sigaretten halen, moet je ook? Nee, man. Deze Andy vindt het leuk. Ja, bro, voilà, hij vindt het leuk. Oh. Hij vindt het leuk. Je drinkt niet, hè? Nee, man. Koffie of zo, wil je lekker theetje? Mag ik als theetje? Nee, ik heb water, man, liever. De vorige keer had ik thee voor je mee. Ja, dat was lekker. Ja, maar nu ben je weet toch. Je bent gewoon, ik heb je vaak gezien en zo. Wat voor thee? Ja, dat is gewoon normaal. Wat voor thee, bro? Ja. Wat voor thee? Nee, niet. Hey, en zijn er dan, nadat jij zeg maar, die mokromafia gedaan hebt, zijn er dan ook allemaal gekke bedrijven die naar jou toe komen, die al wat van je willen en dit en dat? En... Ja. Veel bedrijven. Veel bedrijven. Veel dingen. Ja. Ook veel gok sites en gokken. Ja. Ik kan dat niet doen. Is dat ook eerlijk antwoord op? Dat is moeilijk. Heeft het te maken met geloof ook? Ja, dat ook, broer. Zeker, je weet toch. En ook cultuur. Ja. Ik kan me sowieso tegenover mijn ouders niet verkroppen, maar los van dat, bro. Ik ga daar gewoon niet zo lekker op, man. Nee. Ik ga daar gewoon niet zo lekker op, man, bro. En, maar ook geen. Kijk, gewoon veel dingen doe ik niet, broer. Veel, eigenlijk niks. Kleding. Oh ja, kleding, merkkleding. Ja, niks. Ja, merkkleding. Nooit, man, broer. Nee, hè? Ik ook niet meer, hoor. Vroeger. Ja, ik heb me schuldig gemaakt, ik ga je eerlijk zeggen. Alleen nu is het wel anders. Nu zijn die bedragen wel keer 4 keer 5 gehaald. Kijk, zeg maar, toen ik brugklas zat en zo, had je Prada's. Ja, die waren wel dik, hè? 240 euro. Ja, ja, die... Dat was gek. Och, die schoenen zijn nu 400 euro. Juist, en die waren 240. En of je ging Botticelli. Ja, Botticelli. 275. Ja, ja. Hoor, ik ga even zeggen wat daar is. Of Dolce & Gabbana schoen. Ja, dat was ja. Iets later. En als je echt gek wou doen, Dior. Dior kostte 420 euro. Mm. Ja, en die pata was gewoon gek. Als je gekke broek had, had je Evisu broek. Evisu broek was misschien 3 meier, 3 barkies. Ja. Nee, voor hoe ga je mij nu vertellen? Jij gaat mij 25 gram katoen verkopen. Voor 9 barkies. Nee. Waarom? Want in Amerika heeft die motherfucker heeft hem aan en dat is nu populair. Ja. Kijk, het enge is, en dit is gewoon, dit zal uitgekoud hebben, broer. Ik heb dit overal gezegd en bij iedereen en overal en die, maar wallah, kijk. Hoe ga je mij uitleggen dat je. Bijvoorbeeld 2000 euro, fuck it, 5 doezel. Ja. Ja? Broer, iedereen kan 5000 euro hebben, hè? Is 5000 euro. Ja. Het is niet 5 ton, 5 kop. Hoe ga jij mij vertellen dat je mensen hebt
die gewoon de druk voelen en niet anders kunnen dan ik ga die 5 kop pakken, ik ga naar PC Hoofdstraat of internet of wat ze ook doen en ik ga van die 5 doezoe haal ik 4 of 3 kledingstukken, ja. En dan heb ik vrede met mezelf. Maar ondertussen even, kijk die 5 kop, waarom ik dit tegen jou zeg, iedereen kan hem hebben, want deze rijke mensen kopen geen rijke kleding, broer. Rijke mensen kopen geen dure kleding. Nee. Deze dure kleding wordt gekocht door arme mensen. Door mensen die niet hebben om te laten zien van kijk, ik ben ook lauw. Ja. Snap je? Ja, ik hoor ja, erbij. Ja, ja, dat is het. Erbij horen. Ja. Dus deze 5 kop, broer. Hoe ga je mij vertellen? Je hebt geen doekoe. Je hebt 5 doezoe. Ja. Ja, is net op jouw bank gestort. Studie terugbetaling. Iets. Mohim, 5 doezoe. Toeslagen. Iets. Je hebt 5 kop. Ja. Jij gaat met die 5 kop naar PC, je haalt 3 kledingstukken, bro, en je hebt vrede met jezelf en je bent gewoon, ah, lekker. Ja, kan niet, hè. Die zorgverzekering, je hebt scheid. Jouw huis, ja. Je hebt scheid. Ja. Die roest en zo beneden, je hebt map. Je hebt scheid. Ja. Metro, dit is goed. Shoot, fuck it. Ja. Scooter, ik heb niet. Nee. Maar ik heb vrede met mijzelf. Je waarom? Maakt jezelf, ja. Want ik kan buiten lopen. Ja. Met dezelfde broek, een hele week lang. En ja. Laten zien wat ik aan heb. En gisteren had ik een gesprekje met een mattie van mij. Ja. En ik leg hem ook gewoon uit van, broer, kijk. Ik ben de laatste die tegen jou gaat zeggen wat jij moet doen met jouw geld. Nee, voor is jouw doek. Als jij dat zelf hebt verdiend, fuck dat, broer. Als jij mag beslissen over die money, mag jij beslissen over die money. Punt. Ja. Wat jij ermee doet, mag jij zelf weten. En daar komt het, hè. En daar komen die verhalen. Weet je? Ja, Discord. Ja, Discord. Ik zou hebben, hoe ga je mij vertellen, jij vindt dat mooi? Jij vindt die shirt niet mooi omdat die blauwe vlakken hebben en een rode vlag. En jij vindt hem blauw omdat de D-Squared staat. Ja, dat merk ik gewoon. Dat merk staat daar, ja? Ja, En je gaat nog verder. Jij gaat mensen uitlachen die dat ook hebben, maar die hebben hem nep gekocht. Bro, hun hebben ook gewoon 200 gram katoen gekocht. Ja, hetzelfde. Ja, het is hetzelfde. Dezelfde man heeft. Ja, toch? Ja. Het is wel zo. Het is wel zo. Het is gewoon alleen geld weggooien. Nu, ja, maar alleen nu is het echt heftig geworden. Want deze jonkies. Kijk, toen ik echt jong was, broer, ik had geen internet, telefoon, Instagram bestond niet, TikTok en al die dingen bestonden niet. Nee. Nu wel. Ja. Dus nu, je ziet al heel snel iemand daar gek aan het doen. Maar diegene heeft misschien veel meer geld dan jij, of die heeft een hele ander leven geleefd. Weet je, maar jij wil ook moed. Ja. Ik moet ook zo zijn. En dat is een hele enge, vieze druk is dat. Want ik heb al gezien, ik heb al een paar voorbeelden gewoon gezien met mijn eigen ogen. Bro, maakt niet uit hoeveel schulden, maakt niet uit of er honger is. Ja, fuck it, elke dag gaan we naar de Mackie Euroknallers eten. Maar, wanneer Birkenback uitkomt, van 7 kop. Birkenback? Bro, er zijn chickies, er is nu zo'n nee, ik weet niet hoeveel die kost, bro. Als je een paar kop, zo'n tasje. Ja, zo klein. Je kan jouw vinger, een mok kan je er tussen erin steken. Hé hey broer, paar kop hè? Nee man. Aansteker kan erin. Nee, welke aansteker hè broer? Welke aansteker? Niks. Welke aansteker? Wat is het? Gewoon een sieraad. Een soort sieraadje. Bro, is gewoon hype. Waarom? Wat een of andere. Ja, bekende. Kim Kardashian. Shigara ergens heeft dat gedragen. Oh my god, oh my wow, oh my attack. Ik ben attack. Ik ben oh my god, ik ben zo low. Kijk wat ik heb gekocht. Want je moeder, wat ben je? En waarom moeten we naar jou opkijken? Waarom? Dat andere mensen ons tegen ons zeggen, je moet naar haar opkijken. Zo heb je hem gezien. Gek man. Ja. Gek man. Ze steken elkaar aan. Allemaal. Bro, heb je Kanye West gezien? Ja, hij is gek man, broer. Hij is genie. Welke genie, man? Ik kijk naar die man, hè, broer. Ik zit te kijken naar waar, jongen, Leeuw. Oh. Ik zit te kijken naar die man, ik denk... Ik probeer die sensor uit te krijgen, broer. Ja. Ik zie gewoon wat ik zag op instelling. Pis, schizofrenie en zo. Je weet toch, broer? Gewoon die stukjes. Die van, weet toch? Ja, ik heb gezien. Gemixt. Broeroeroeroe. Dat hoor ik opeens in die tune zo. Broeroeroeroe. En ik denk bij mezelf, oké, broer. Of dit is echt niet normaal. Legendarisch goed. En is gewoon... Of... Het is goed, maar er is ook een heel veel hype erbij gekomen. En dat wordt alleen maar bevestigd door die kleding. Ja. Waarom? Deze rappers, hun zijn lauw, ze maken van die geniepokoe, ze doen jou helemaal. Je zit helemaal, je weet niet meer wat je doet, hij heeft jou uitgekapt. Je denkt, oh shit, ik weet even niet meer wat ik moet vinden. En dan duwen ze jou die richting en oké, je moet hem hard vinden. En wat hij produceert en wat hij verkoopt aan jou, moet je ook hard vinden. Ja. Dus hier heb je slippers, is rubber, ze lijken op poep.
Dat lijkt op klomp, hè, broer. Ja. Hij kost 8 donnies. Maar je kan hem alleen halen als je ingeschreven staat via www.hype.nl. 1 seconde na die ding, mijnidnumcom.com. Je moet daar naartoe gaan. En als je daar naartoe gaat, dan kom je in die lijst. En als dat niet lukt, dan kan je hem kopen. Ja. En dan begint het spelletje. Dan heb ik de rubberen slippers kopen, hè, broer, voor 400 euro. Net zoals die andere, die Adidas toch? Dus ja, die bedoel ik aan Leeuw. Oh, die. Wat shirts met gaten. Ja, ja. Hey, ik heb het ook gedaan vroeger. Ik zeg, hot dog. Niet dat. Kijk, broer, ik ga je zeggen wat de druk bij jullie was. Jullie zijn profvoetballers. Mm-hmm. Het probleem van profvoetballers is: mensen denken is rooskleurig, gewoon rooskleurig, alles is altijd mooi. Ze weten niet als jij bij Sparta speelt, jij pakt 5 dozen misschien, max. Ja, 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 ja. Dat begrijpen ze niet. Nee. Snap je? Je kan voor Inter spelen, maar je kan ook voor Sassuolo spelen, broer. Of, ja, is ook of zo. Je Udinese. Ja. Snap je? En daar is nog goed Italië. Maar wat gebeurt er? Jij komt in kleedkamer. Ja, toch? Ewa. Wie was de rijkste die bij jullie speelde toen? Bij Inter. Inter, Vieri. Ewa, Vieri komt daar, hij stunt bij met Lamborghini. Ja. Jij bent ook, jij denkt, ik moet ook. Ja. Deze mensen moeten ook. Ah, ja, moet ook. Druk! Ja, ja, toch? Ja. Het was goed, van waar komt deze druk van deze mensen die merkkleding koopt dan? Ja, van de bekende mensen. Ook van. Van waar? In welke kleedkamer zitten zij, zeg maar, dagelijks? Dat ze denken van: nee, man, deze mensen gaan mij niet serieus nemen als mijn horloge niet 50 euro kost. Ze denken dat ze erbij moeten horen en zo. Toch? Deze mensen, brother. Het is gewoon moeilijk, omdat de jeugd nu echt erin gaat. Ja, maar het is gewoon eng, want je weet toch, soms denk ik van, ik heb geen kinderen, broer, maar ik denk, weet je, Steven, ik krijg kinderen. En mijn vrouw wil alleen maar Burberry of zo. Ja. Voor die kind. Ja. Het enige wat ik zie is gewoon, is Cruella, hè? Met die 101 Dalmatiërs en die kleine doggo met kleertjes. Ja, tuurlijk ken ik. Die kleine chihuahuas met kleren. Ja. Heeft die mooie kleding. Dat denk ik, broer, dat zie ik, hè. Ja. Ik zie kind, die kind heeft scheid. Hij heeft nog 2 maanden gaat hij eruit groeien. Ja, hij heeft kwijl uit zijn mond. Hij heeft Gucci broek. Een Moncler jas. Ja. Ja. En dan gaan we toch terug naar Andy. Je mag doen wat je wil met jouw doekoe en neef. Wallah, doe wat je wil met jouw geld. Ja. Maar ik, vaka, is toch zonde? Het is ook zonde. Is toch zonde? Je investeren in dingen waar je door meer geld krijgt. Broer, ja. Ja, toch? Sociale huurwoning, hè? Oh. Je woont in sociale huurwoning, ja, en jij haalt mooi. En iedereen, weet je, overal wordt een beetje bijgedragen aan die cultuur en ze houden het een beetje zo in stand, waardoor deze dure merkkleding merken, alleen maar deze duur, merken. Bro, ze zijn gewoon, ik denk, in een kamertje gewoon met elkaar aan het lachen. Oké, hoeveel gaan we doen? Ja. Fuck it. Weet je wat? Wat voor gekke prijzen gaan we nu doen? Scheid. Dit shirt, 42 barkje. Ja, ja, ja. En er gaat gewoon een Mogol zijn. Oh. Ja, uit Bahrein of zo. Ja, hij komt, hij gaat hem halen. Hij weet niet hoe hij hem aan moet doen. Snap je? Ewa. Dan komt er een of andere rapper of influencer of ik weet niet wat ze zijn. Ja, en die gaat het nadoen en hij post het op social media en de kinderen zien het en die willen het ook hebben. En zo komen de moeders en de vaders in de problemen. Mooi, ik hoop dat ik het ongeveer goed heb kunnen uitleggen. Heb je goed gedaan? Maar voor de rest, ik irriteer me er niet aan ofzo, weet je. Ik vind het grappig. Ja. Maar dat is wel een reden waarom ik zeg maar gewoon afhaak, man. Al zou ik iets mooi vinden nu, ja, broer, zou ik het gewoon uit principe niet doen. Nee. Dat is gewoon te gek. Het is gewoon te gek. Dat slaat nergens op, het kan, ook al kan het, dan nog niet. Mijn kinderen ook niet, hoor. Mijn kinderen lopen ook niet in merkkleding. Kijk, af en toe iets, weet toch, als in van... Maar dat is gewoon... Ja, ik weet niet, man. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ja, ik vind het gewoon moeilijk. Ja. Tegen, ik heb net 2 broodjes vergeten, man. Niet normaal. Die heeft voor niks getraind. Waarom voor niks getraind? Je traint, je ziet er goed uit, Sam. Je traint goed, man, joh. Ja? Ja, man. Ja, lekker. Ja, nou, je moet nou niet overdrijven, oude Andy. Ik geef jou een beetje kans, ga je zo doen. Ouwe lul? Wat is dat, man, bro? Dat is niks. Maar ik zie jouw boksen. Ja. Oei. Doe nog een keer dat. Doe rustig, want je hebt een teken. Taak gebroken op 3 plekken. Ja, dank. Nee, man. Doe rustig. Gaat gewoon goed. Ik zie je. Ik zie je op Instagram. Gaat gewoon goed, man. Ik zie je op Instagram. Moet ik echt doen? Ja. Ik zie je op Insta boksen. Hey, dit is weer nieuw, hé. Godsamme, kijk hoe hier gebouwd is. Mooi, man, die appartement. Amsterdam hebben ze mooi gemaakt. Nu pas.
Wat was dat? Me too. Ze gaat mij aangeven. Gewoon een chick. Hé, maar dit heb ik... Hier kwam ik altijd als kind, jongen. Amstelstation. Uit Arnhem met de voetbaltas moest ik hier de bus pakken. Waar moet ik links? Ja. Ja, ik ging hier de bus pakken en dan reden we daarheen naar de middenweg. En dan kwam daar de tram. Ging ik daar naar in. Oep, naar de meer. Oude Ajax stadion. Daar trainen, vriend. En dan s'avonds weer hier terug naar Arnhem. Gek, man. Ja, hè? Ja, man, bro. 5 keer in de week, hè? Van 13 jaar. Gek. Echt low, man. Ik heb ook vaak gereden op deze weg, man, bro. Moest ik ook deze stoplicht pakken. Deze stoplicht deed ik ook gewoon een paar keer per week, maar moest ik ook gewoon rechtdoor. Ah, flikker op, man. Moest ik die rotonde ook in. Ik heb vaak deze rotonde genomen in mijn leven ook, Andy. Deze rotonde wat hier moest je zo. Gewoon rotonde snel. Ja, maar moest je dit dan hier? Gewoon snel weg. Ja, denk, ja, snel weg, snel weg. Klaar, flikker op, man. Dat heb ik gedaan, man, bro. Beetje, je weet toch? Beetje links, beetje rechts. Ja. Oh, wat is dat helemaal? Ik denk het, man, bro. Maar ik heb daar geen moeite mee. Als ik met jou ben, dan jij niet. Ik vind het wel grappig, bro. Misschien komen we wat. Grappig tegen. Ja. Nee, maar hier is het. Is belachelijk. Druk, hè? Is het druk. Ja, is belachelijk. Maar jullie ook hoor, net. Godsamme, man. Ja. Ik woon lekker achteraf op boerderij, hè. Heerlijk rustig, jongen. Ik word helemaal gek net. Beetje paniek, maar toch wel. Als je mij in die boerderij zou zetten, zou ik echt slecht gaan, hè? Ja? Ja, jij bent gewend drukte en zo. Ik moet junkie zien en zo. Snap je? Ik moet junk zien in de ochtend. Ik moet horen midden in de. Joma, bam, bam! Moet ik horen gewoon uit in de nacht. Ja. Gebeurt dat veel, hè? Bij jullie, hè? Ja, we hebben is druk, man. Er is heel veel in- en uitloop. Ik denk niemand is bij ons in de wijk van ik ga hier blijven heel mijn leven. Het is allemaal een beetje transitzone. Het is allemaal een beetje. Ik ga hier blijven en dan gaan periode. We. Ja. Maar daardoor krijg je wel iedereen. Ja. En dat is. Ja, bro, Rotterdam is belachelijk als het daarom gaat, bro. Fuck is gewoon. Als je ergens mensenkennis op kan doen, is het daar wel. Ja, ja, ja. Ja, bro. Ga je het zitten ook aan mensen kijken? Een paar gewoon? 100 nationaliteiten bij elkaar, ja, man. Ja, alles bij elkaar. Dat is niet om. Dat is niet om. Het is gek. Ja. Rechtdoor, bro. Oké, ja, brother. Kom maar, vriend. Kom maar. Kom maar, vriend. Ja, mag. Kijk, respect. Zie je dat? Mooi, hè? Dat is mooi, hè? Ja, zeker. Dat hij het niet zo doet. Dankjewel. Ja. Vind ik mooi. Ik vind het ook mooi als mensen lachen buiten. Als ik iemand zie rijden en die lacht, moet ik ook lachen. Dat vind ik mooi om te zien. Heb je dat niet? Ja, ik wil gewoon elke dag lachen. Ja? Ja, man. Dat is wel een mantra. Ik ook. Mantra van life. Ja. Van mijn life. Of mantra van mij. Is een mantra en de mantra is niet van je leven. Het is gewoon van jou. Ik zag net... Jouw mantra. Ja. Mijn mantra is, ik moet elke dag lachen. Ja. En logica kan voor iedereen anders zijn. Mensen kunnen zomaar een zak kip met inclusief zak op een barbecue gooien en leeuw. Ja, man. Para. Dat kan echt niet. Wat gaat er dan in je om als je dat. Als je dat zo neerzet, ja, doe even die kip op de barbecue. Ik weet niet, man, broeder. Ik heb lang gedacht. Ik heb lang nagedacht erover ook. Ik ben er niet uitgekomen, man. Zag je hoe die aankwam rijden met die lach? Rustig, man, broeder. Ik moet die aankomen lopen, lachend, zag je? Mooi, hè? Dat is toch geweldig? Ja, man. Top, leuk, man. Mensen zo reageren. Kijk. Lachen, man. Die gaat nou naar huis gaan vertellen. Ja, ik zag IJs en Andy in de auto. Hij is gek. Ja, man. Zijn moeder. Wat zijn over zijn moeder? Kijk, die chickies. Die kan niet zo praten, man. Nee, die raam. Bro, je kan niet zo praten tegen hem, man. Nee, man. Bro, pik je dat? Mijn moeder? Hey bro, hij is een gekke shit over jou, man. Ja, man. Mijn moeder is ook gek. Rij, bro. Ah, rij, oh, ja. Niveau, net te laat. Zag je? Mensen, joh. Mooi. Zo. Amsterdam. Hier, ook mag ik. Waarom ga je hier niet staan? Ja, bro. Zo kunnen we nog veel naar vragen. Wat is nou de beste groente voor... Wat is nou de lekkerste groente? Courgette of komkommer? Welke kan je het best gebruiken? Mannen, zeg dan, courgette! Jouw vraag, broeder. Courgette. Courgette is dikker. Ja, ga je lekker daarop? Ja, ik niet, maar... Ga je lekker daarop, bro? Hier naar rechts zelf. Ja. Hey, bro, kan hè? Kan hè? Mag hè? Je ja, weet hè? Dat is mijn leven. Het is jouw leven, je mag zelf beslissen, bro. Als jij op komkommer wil zitten of op courgette, doe. Zit op pompoen als je het allemaal voor mij weet. Ga voor mij de niet doe wat jij wil. Pompoen doet wel pijn, man, denk ik. Ja, maar bro, is tussen jou en die pompoen. En die pompoen. Nee. Je mag zelf ik weten. Zeg poen. Ik ben gek op poen. Maar, brate, je mag zelf weten.
Dat is gewoon, je hoeft je echt niet te schamen, ook niet voor mij, Andy. Ik schaam me niet. Snap je? Ik weet het misschien, ik heb een uitgesproken mening. Maar tussen jou en mij, jongen, voor mij blijft gewoon veilig, hè? Zeg je als jij gewoon pompoenen jouw reet willen, ze bij. Ja, broer, de wereld is kalm. Ze gaan niet om jou stressen, meer of minder. Tegenwoordig is allemaal. Allemaal gewoon. Alles is gewoon mag. Niet ouwe hoeren. Alles mag. Kijk, we moeten parkeren ergens, man. Even of we gaan door het centrum lopen, denk ik, man. Ja, weet al, ik kan hier parkeren ook. Je weet al waar? Ja. Hi. Ja, ik ken wel de weg hier. Safi, we zijn in Amsterdam. Ja, Amsterdam, man. Amsterdam, grap. Roken. Amsterdam, grap. Hé, grappie. Grappie, hé, ouwe. Hé, ouwe. Hé, dat is gek, ouwe. Hé, grappie. Kijk hier even naar rechts. Lekker, dus ouwe. Door. Kom. Ga je rechtdoor. Ik zie daar een garage. Ga je rechtdoor, pik, is vrij. Kijk. Hey, ga jij gewoon die garage in? Ja, man. Je zit hier in de buurt dan, grappie. Wat? Je zit hier in die buurt, die winkel? Oh, ik denk het. Ga hier gewoon naar beneden, man. Zien we wel, man. Heb je pinpas bij je? Tuurlijk. Ah, oh, man. Goed zo, man. Lekker pinnen houden. Ik kan wel goed praten ook als dat. We gaan lekker pinnen houden. Sloterdijk. Sloterdijk. Ah, ik kom net van Slotermeer houden. We gaan het regelen. Even kijken. We gaan het regelen, grappie. Ja, we gaan hier gewoon rechtdoor. Oh, maar jij kan de raam niet open. Oh, je kan de raam wel open doen. Ja, ik heb wel. Ik heb wel, het is B. Wat ga je doen? Oh, je gaat nu al die pinpas doen. Tuurlijk. Zie. Dat is beter. Dan hoef je niet te... Weet je? Is het gewoon een zaak hier, een winkel of niet? Bro, zet die dingen daar aan, want die loopt dus weer een interview te doen hier. Als ik klaar zijn, klaar. Doe uit. Yes, mensen. Dat was IJs. Echt een top IJs, mijn broer. Ik hou van deze man, echt. Hij is gewoon lekker zichzelf. Hij scheidt aan alles. Mooie vent, echt. Ik heb genoten weer van hem. En ik hoop jullie ook. Laat even een duimpje achter. En een likey. En een comment. En dan komt het helemaal goed. We gaan weer mooie dingen doen samen. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.